De centrale markt van Suriname verdient op maandbasis 100.000 SRD. Dit bedrag wordt overgemaakt op de rekening van het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost. Deze ontwikkeling heeft de markt te danken aan de nieuwe standtarieven die aan de huurders worden gevraagd. Waar vroeger maar 4 SRD cent per vierkante meter werd betaald, moeten standhouders nu 1 SRD per vierkante meter neertellen. Standhouders die een stand hebben van meer dan 20 vierkante meter betalen slechts 55 SRD cent per vierkante meter. In de periode van april tot december heeft de markt reeds 1 miljoen SRD verdiend. Voor deze periode verdiende de markt op jaarbasis slechts 100.000 SRD. Nu het financieel goed gaat, ondergaat de markt een metamorfose. Plaatsvervangend marktmeester An Sarjumisir zegt dat sinds de infrastructuur is verbeterd, de standhouders veel beter kunnen werken. Er zijn vele voordelen. Bijvoorbeeld de kruiers die groenten en goederen sjouwen voor de handelaren, ook die opkopers. Is het veel makkelijker nu. Voor de voetgangers is het ook heel makkelijk, want het was, gelooft u me, tijdens de regenval is het een onhygiënische situatie. Het water bleef zitten, dus het liep moeilijk weg. En natuurlijk is het is begaanbaar nu. Veel beter. We hebben gladde weg. En hoe lang was het zo onhygiënisch? Zo, wij zijn 8 maanden hier en ik denk dat dit, ik weet niet wanneer het geasfalteerd is geworden toen, maar ik denk hooguit 3-4 jaar. Momenteel worden mogelijkheden bekeken om de oude vishaal weer te gebruiken, omdat de nieuwe klein is en steeds meer ondernemers zich melden voor deze branche. We zijn wel van plan om te kijken, want je hebt dagelijks nieuwe entrepreneurs die komen en die vragen naar een mogelijkheid om wat te doen. Dus we zijn bezig te kijken, als het mag lukken, om dan toch weer de oude vishaal hier binnen te plaatsen. Omdat we hier meer ruimte hebben als achterin. Achterin is een beetje beknopt. Zijn er ook hier Chinese marktverkopers? Ja, we hebben enkele Chinese marktverkopers. En hoe zit de aanvraag? Willen er nog meer bij komen? Ja, er willen een aantal erbij komen, maar wat speelt? De Chinezen die willen meer in de branche gaan van een restaurant houden. Hier op de markt heb je niet echt dat de Chinezen willen gaan voor iets als een toko, een kleine toko, een supermarkt of zo. Dus daarmee zitten we wel beperkt. We hebben echt een aantal al bereikt. Er is geen plek meer om die Chinezen te faciliteren wat betreft restaurantjes en zo. Wel voor andere dingen, nieuwe dingen dat ze op de markt willen brengen, is er wel plek. Dat was An Sarjumisir, plaatsvervangend marktmeester van de Centrale Markt. Ruim 2500 standhouders verkopen hun producten op de markt. Ook de Centrale Markt van Nikeri wil de prijzen aanpassen. Op dit moment wordt er slechts 65 cent per vierkante meter betaald voor een stand. In Nikeri zijn er ruim 700 marktventers.